Net verschenen Epoch Magazine nummer 8. Een nummer vol bijzondere artikelen. En de titel zegt het al, we zeggen nee tegen de nieuwe DDR die er in Nederland tot stand komt. We zeggen nee tegen de nieuwe muur die opgetrokken wordt tussen de machthebbers en degene die van de macht worden uitgesloten. Wij worden in de coronacrisis behandeld als een kudde, in de geldcrisis als een melkkoe en daarnaast ook nog even als racistische witte mensen ons woord, onze maatschappij en ons land ontnomen. Wij worden uit elkaar gespeeld, tegen elkaar uitgespeeld. Wij, de kudde, moeten stuurbaar gemaakt worden om goed bestuurd te kunnen worden. Wij zijn onderdeel geworden van een dashboard van onwetenschappelijke modellen die opgetuigd worden om nog meer lak aan ons te hebben. Hierover gaat Epoch Magazine 8. Maar u treft nog meer aan, zoals een schitterende special over Afrika en over de zomermode van 2020. Kijk op www.epoch.media voor losse verkoop en daar kunt u zich ook abonneren. Net verschenen is ook de jonge klassieker die nu eindelijk in het Nederlands is te lezen. Het originele magnum opus van de Belgische filosoof David Engels. Hij laat aan de hand van bronnen uit de Romeinse oudheid zien waar de EU zich nu bevindt en hoe we de crisis van de EU moeten duiden. Hij ziet een overduidelijke parallelle situatie met de Romeinse Republiek die uitmondde in een dictatuur. De Franse en de Duitse pers waren unaniem lovend over dit originele werk. Het is goed te lezen voor iedereen. Kijk op www.deblauwetijger.com/winkel voor meer informatie. Even naar u kijken, meneer Parlevliet. Hebt u verder nog iets op het verzoek aan te vullen? Ja, zeker, natuurlijk. Ten eerste wil ik betonen dat het heel bijzonder is voor ons om rechters, Nederlandse rechters, echte Hollandse mensen, allemaal Nederlands paspoort hebbende, die bekrachtigd zijn door de koning, dat je dat soort mensen moet wraken. Dat vinden wij heel betreurenswaardig in Katwijk. En dat doe je normaal helemaal niet. En daarom had ik ook wat extra besprekingstijd gevraagd eigenlijk ook. Want ik vind dat zo bijzonder dat je mensen wraakt die beloofd hebben om eerlijk te zijn, om netjes te zijn, om over ons gewoon de gepeupel, laat ik het maar zo zeggen, om daar recht over te spreken, recht in je ogen te kijken. En dat je zegt, nou dat, meneer, u heeft dat niet helemaal goed gedaan. En misschien wil u een beetje aanpassen. Of misschien heeft u wel gelijk, de ene keer zo, de andere keer zo. En mag u misschien één vraag? Ik was even aan het woord graag. Dat verwachten wij, het gepeupel verwacht dat van u. En het is heel bijzonder als het gewone volk gaat wraken, rechters. Dat vinden wij heel bijzonder. En als je mensen gaat staken, dat is ook zo'n recht. Dat is ook heel bijzonder als Nederlandse rechters een stakingsverbod gaan doen. Dat is ook, want dat mogen we namelijk. Ook een wilde staking was vroeger heel normaal. Dat mag. En ik ben zakenman, groot zakenman. En ik heb heel veel leiding gegeven aan heel veel mensen. Een heel groot internationaal bedrijf. Maar ik ging gewoon in de kantine zitten, meneer. Bij die mensen een bakje koffie doen, een kaartje leggen wel eens. En ik ging ook zo wel eens helpen op een heftruckje zitten. En dat doe je gewoon normaal. Als je gewoon normaal doet, bespreek je gewoon al die dingetjes. Kwam allemaal goed. Maar als je verboden gaat doen en regels op gaat stellen en strikt ze gaat maken, dan kan je wel eens zoveel regels gaan maken tot mensen niet anders kunnen als die regels die gemaakt zijn gaan overtreden. En dan krijg je eigenlijk, dan criminaliseer je als rechter je eigen bevolking. Als jij nou, heel simpel, ik zou maar één dingetje even als voorbeeld nemen. Ik ben opa, u bent denk ik ook opa, hoop ik voor u. Hè? Maar ik heb kleinkinderen dus, en mijn kinderen ook. En dan is er verbod opgelegd. Ik zou mijn kleinkinderen niet meer mogen zoenen als ze komen thuis bij me. Nou meneer, bij deze mag u het opschrijven op verbaal, in de procesverbaal. Ik doe dat wel, want ik zijn mijn kleinkinderen. Ik doe dat lekker. Knuffel ze, geef ze een zoen. Kind, ga lekker in je speelhoekje spelen. Waar je altijd doet, doet lekker normaal. En ga niet van die rare bewegingen doen zo.
Want je bent geen kip, je bent een mens. Je rijdt door die zo doen en hoesten doe je zo. Nee, mijn moeder heeft me geleerd, als ik vroeger wat had en ik moest niezen of wat ook, of kuchen, dan had ik een zakdoek in mijn zak. En die haalde ik uit mijn zak en dan ging ik hoesten in mijn zakdoekje. Zo hebben wij dat geleerd. U ook vroeger, denk ik. Maar nu hebben we nieuwe regels en wij worden met z'n allen gecriminaliseerd. En dan krijg je mezelf oppositie tegen rechters. En dan kan het wel eens zijn tot er protesten komen. En dat willen wij helemaal niet als Nederlander. Wij zijn echte, gewone, normale mensen. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, 's ochtends om 6 uur op. Lekker werken, eelt op mijn handen. En dat is hartstikke leuk, meneer. En ik had die regels helemaal niet nodig. Want het ging gewoon allemaal lekker vanzelf. En ik deed er mijn best voor en ik motiveerde iedereen. Er waren helemaal geen regels nodig. Het was een bedrijf in mijn afdeling zonder baas, zeiden ze zelfs. Want de baas liep erbij mee. Die zat niet op kantoor, die ging lekker meewerken. Het ging hartstikke goed. We hebben er een super bedrijf van gemaakt. Prachtig bedrijf, Hollands Glorie Visserij. Nu is het zo. We hebben het voor elkaar gekregen. De boeren die 50 jaar op hun erf blijven, die gaan woensdag weer protesteren. En ze mag het misschien nog ineens met een trekker. Want hoe krijg je het voor elkaar, mensen die 50 jaar op hun bedrijf blijven zitten en die gaan protesteren. En er zijn mensen met eelt op hun handen. Die zijn zelfvoorzienend, die hebben geen regels nodig. Die weten echt wel hoe ze een koe moeten voeren en hoe ze het gras moeten landen. Nee, we gaan regels maken en dan gaan we rechters laten zeggen, zo moet je doen, want dat zijn de nieuwe regels. Je moet zo doen en je moet een boer gaan rechters leren hoe hij zijn boerenbedrijf moet doen. Dat doen ze al eeuwenlang, meneer. En Nederland, het is een fantastisch land. Het is een boerenland. Boeren en visserij, daar staan we bekend over. Zeevaart, dat zijn wij Nederlanders. Een molen, prachtig in het landschap. Dat zijn wij, dat echte Nederlander. Maxima, die kende niet hoor. Die kende Nederlanders niet. Maar wij zijn de echte Nederlanders. Met eelt op onze handjes. Wij doen dat gewoon. En hebben wij al die regels nodig? Moeten we rechters gaan raken omdat we zeggen, mensen, we zijn het niet met jullie eens. En dat wraken heeft geen zin, want als je in de uitslagen van de wraakingskamer kijkt, daar is er bijna, ze worden allemaal afgewezen. Dus ik zit hier te praten tegen een gezelschap, hartstikke leuk. Ik denk dat u ook hele aardige mensen bent, ik geloof het zomaar. Maar het feit is, ik zit eigenlijk hier, ik zit al tussen schermpjes, maar ik zit eigenlijk tegen een façade te praten. Het oordeel zou toch misschien al vast liggen. Maar ik wil de rechters, gewoon hier in Den Haag vooral, jongens, doe het gewoon normaal als Nederlander, doe gewoon als opa, doe gewoon je werk. Doe gewoon netjes, want wij zijn ook netjes. Wij zijn helemaal geen criminelen, want het is helemaal nergens voor nodig. Maar jullie brengen mensen tot woede. Jullie halen boeren van hun erf af, wat niet gebeurt. Want die mensen moeten elke dag de koeien melken en dan gaan ze weer terug. Weer dat hele end met de trekker terug. Maar ze willen zich uiten. Ze worden misdeeld. Het MKB wordt kapot gemaakt. Waarvoor doet me dat ons eigen allemaal aan? Ik zou zeggen als rechters, ga eens een keertje gezellig het bos in. Haal weg die kleppen. Ga frisse lucht in de handen. Je mag ook naar Katwijk komen, lekker op het strand lopen. Hebben we heerlijke frisse lucht. Vroeger had je zelfs nog een sanatorium voor longziekten. Goed tegen het virus. Hartstikke goed, lekker frisse lucht, dan krijg je misschien een normaal denkend, open gezicht. Spreek je nog eens wat mensen op strand of in de bos, dan zeg je hallo en praat je over normale dingen. En dan heb je al die regels niet nodig. Ik vind het zo vervelend om, ik wil dit niet zeggen, maar ik ben 60, ik mag het wel zeggen. Ik wil het ook eigenlijk zeggen, want ik vind het niet meer ons Nederland. Wat wij aan het maken zijn nu, is niet meer ons Nederland. Hoe is het mogelijk? Ik ben Nederlander, maar ik wil eigenlijk geen Nederlander meer zijn. En dat is erg. Dat vind ik heel erg.
En ik heb kleinkinderen, ik wil niet dat ze in zo'n wereld op gaan groeien van rare bewegingen doen en we doen allemaal regeltjes. Vroeger hadden we een liedje, u kent het wel, van 15 miljoen mensen. Die douwen we niet in het harnas. Die laten we in hun waarde. Doe dat ook. Sluit jullie ook aan, rechters. Sluit je aan bij de boeren, de eerlijke, nette meesten. Want jullie zijn ook netjes. Ik geloof het echt. En ik hoop dat jullie er straks onder een bakje koffie in de kantine eens over praten. Onderling met elkaar. Doe het nou gewoon. Want het kan veel leuker zijn. Wat moet je nog meer zijn als gewoon normaal met elkaar omgaan? Want dat is toch eigenlijk, menselijkheid is toch veel belangrijker als wetsartikelen. Want we begrijpen elkaar zo. Ik begrijp u zo, van uw gezichtsuitdrukking zelfs. Ik vertel u maar gewoon, ik hoef er niks voor op te schrijven. Want die papieren, dat is een papieren wereldje, dat hebben we allemaal zelf gemaakt. Maar het gewone menselijke, dat voel je al, dat doe je met de handdruk. Ik heb zoveel deals gedaan, handdruk. En we doen het zo. En het kwam allemaal keurig voor elkaar. Geen contracten, was nergens voor nodig. Want ik kwam hem toch weer tegen, hij had mij nodig. Het ging gewoon over en weer. Gewoon normaal doen. Gun iemand iets. En gun hem niet alleen zijn verlies. Gun hem gewoon. Als je een bedrijfje hebt. Vroeger de middenstand had een kwartje tussen de dubbeltjes. Nu krijgen ze nog ineens meer een 5 cent tussen de centen. Want ze krijgen een cent. Ze zijn uitgerekend. En ze moeten het er maar mee doen. Want dit zijn de regels. De grote jongens. Die wij ook zijn. De UBO's van Nederland. De koning. Die regelen hier het financieel, het Nederlandje, ons mooie Nederlandje, wordt kapot gemaakt door de multinationals. En het gaat alleen om geld. Hier zit ook een meneer, hij is raadsheer, meneer Schepel. Raadsheer in Den Haag. Gaat hier gewoon zitten. Maar hij is advocaat, ook nog. Maar hij is ook zakenman, want hij heeft een bedrijf. En hij werd zelfs betaald door de PP-groep via zijn derde rekening in een zaak. En dit is Nederland, dat is een raadsheer met een pet op. Hij is zakenman met een pet op. Hij geeft cursussen. Wat hebben wij, waar gaan we naartoe? Dit willen wij niet. Als je raadsheer bent, dan ben je raadsheer, dan ga je zitten. En dan hoop ik dat het uit overtuiging gaat, dat u het zegt, nou, dit is goed. En dat is niet goed. En ik neem daar wel eens de wet in. Hebt u geen vertrouwen meer in de rechters? Alle rechters? Nee, ik heb wel vertrouwen in de rechters. Maar men, want ik ken u niet. Ik denk dat u het juist heel goed kan. Als u gewoon menselijk bent. En de regels. Ja, het wetboek is zo dik. Ik weet nog geen eens meer welke wet we het over hebben. Hebben we nu de Europese grondwet? Volgens mij hebben we hem nou, maar niet heel Nederland weet het nog niet. Maar we hebben hem. Dat is niet mijn wet. De Nederlandse grondwet, die ken ik. En met jurisprudentie wordt er ook wel eens wat gemaakt. Dan wordt de wet veranderd door jurisprudentie van rechters die uitspraken doen. Dan gaan we de wet veranderen. Jullie noemen het uitleggen. Maar ja, het is gewoon, die kennen ook wel eens een foutje maken. Dan wordt dat ook gebruikt. En dan is het een foutje. Meneer Parlefliet, mag ik u even iets vragen? Want u vertelt heel veel over, u zegt de maatschappij verandert, daar maakt u zich duidelijk zorgen om. U zegt ook, ja, rechters werken op een bepaalde hoogte aan mee. Heel concreet, voor de zaak waar we nu bij elkaar zijn. Wat hebben mevrouw Eysens, mevrouw Loos... Ja, maar mevrouw, daar wou ik het nou juist niet over hebben. Want eigenlijk wil ik het daar helemaal niet over hebben, want u gaat precies worden. En dan zet u uw bril op. Ik kan natuurlijk ook mijn bril opzetten, want dan zie ik er ook heel veel interessanter uit. Maar daar gaat het niet om. Het gaat helemaal niet om wat is de zaak en wil u wel even naar het papiertje gaan kijken. Want u moet wel precies doen, want dit is het regeltje, want we gaan het vandaag daarover hebben. We houden het wel zakelijk. Nou ja, maar dat wou ik het eigenlijk helemaal. Ik wou het over menselijk hebben.
als u het ook dat wel verstaan had. Maar u wil het geloof ik helemaal niet verstaan wat ik zeg. Maar dat mag, dat mag. U bent nog jong. En u moet nog heel veel leren, denk ik. Want ik ben 61, 62. Ik denk dat u nog heel wat kan leren. En vooral van menselijkheid. U bent misschien moeder van kinderen ook. Neem ze lekker mee naar je vader en moeder. En laat ze lekker knuffelen. Dat is gewoon lekker menselijk. Rustig aan. Laat het netjes houden. Ja, maar we gaan het niet, is dit nou, wij het is toch niet wat onnetjes? Ja. Ik zeg, ik vloek toch niet? U hebt nog 5 minuten nog even verder om te vertellen wat u van uw hart wilt. Hè, over, want het op zich heeft in zoverre mijn collega, dat kan wel zeggen, gelijk dat we moeten beslissen op wat uw verwijt is aan de vorige brakingskamer. Hè. Dat is nou eenmaal de vraag die bij ons voor ligt. En ik begrijp dat u veel grieven hebt. Ik zou het even kort aanscherpen dan. Als jullie dat zo graag willen, dan doe ik dat natuurlijk wel. Want ik zie hier bijvoorbeeld een procesverbaal van de andere rechters, van mevrouw Eisters. En daar vraag ik me af, als ik zo'n procesverbaal lees, dan begin ik maar met... wanneer was die wraking eigenlijk gezegd? Want ik zie er een heel lang verhaal en dat gaat zelfs door tot mijn zoon die gevraagd heeft. Die was de zaal al uit en toen werd er nog het procesverbaal geschreven. En ik was er ook al uit, die meneer die was er nog. En hoe lang gaat dat door met zo'n procesverbaal? Is dat een... hadden we ook nog grappen kunnen vertellen misschien, of een leuke... Kennelijk zijn er nog dingen gezegd nadat u had Ja, maar aangegeven. Een procesverbaal is toch zakelijk, neem ik aan. Het wordt zakelijk weergegeven. Dan geef je toch zakelijk weer alleen wat in het procesgang tot de wraking toch zeker. En dan stop je toch. Mag ik dat zo stellen? Nou, op zich, het is een verslag van de hele zitting, waaronder dus ook een... Ja, nee. zo hoort het te zijn, en dan daar een zakelijk verslag. Als de wrakingsrechter, u bent ook de rechter en u beslist over wrakingen. Ik weet zeker, als er iemand wraakt, dan klappen de boeken dicht en dan zeggen we, nou, we gaan terug, want er is gewraakt. En dan stopt de mevrouw ook met typen en is het klaar. Dit lijkt er nou namelijk, ik wil het eigenlijk niet zo zeggen, dit lijkt er eigenlijk een beetje op. Het zou zo kunnen zijn, het heeft de schijn van, tot mijn zoon, en misschien ik zelf ook wel, tot we in een slecht daglicht gezet worden. Vreemd noemt men dat tegenwoordig. Ja, en wij willen dat helemaal niet, wij willen gewoon netjes blijven. Maar we worden hier door, in een rechtszaal worden we eigenlijk een soort geframed. En dan gaan we lekker doorschrijven. Dan gaan we allerlei dingen opschrijven en sommige dingen wel en sommige dingen niet. Want het is een procesverbaal, zakelijk weergegeven. Maar wat wil je dan, wie het pennetje vast heeft, zeggen ze altijd, dat is heel belangrijk. Degene die, maar ik moet dan maar... het gaan zeggen hoe het dan wel is. Er wordt zelfs nog gevraagd, was er een opname gemaakt? Vroeg ze aan die meneer. En ja, die is er. Alleen die meneer heeft hem, ik heb hem, niet verder vertellen, ik heb hem wel. En ik weet precies wat er gezegd is. En dat is de waarheid, wat er alles gezegd is. En dan staat hier niet in de PV. En dat is vervelend. Maar ik heb gewoon de opname, meneer. Als u het echt wil weten wat er echt gezegd is toen, dan krijgt u gewoon van mij die opname. Nou, misschien hebt u dat hebt u niet gezien, want dat heb ik net niet genoemd. In die brief van afgelopen vrijdag stond ook dat als er opmerkingen zijn over het proces verbaald, dat die dan kunnen worden opschriftgesteld. Dat weet ik wel. Maar in het weekend zat ik lekker met mijn schoonkinderen en met mijn kleinkinderen. Daar heb je groot gelijk in. En als je vrijdagsmiddags wat gaat sturen per telefax alleen, die ik niet heb... Wie zit er nog allemaal? Dan vraagt u het namelijk zelf om. Maar ik neem het u niet kwalijk hoor. U mag natuurlijk alles zeggen. Ja. Want u heeft ook levenslang. Levenslang is ook erg. U heeft een beroep voor levenslang. Ik zou nooit een levenslang beroep willen hebben. Of een opdracht voor levenslang. Dus erg is dat. Ook niet als boer? Nee, dat is je... Dat is je... Dat is een...
Dat is een roeping, toch? Nou, een roeping niet. Het is een levensstijl, meneer. Hm. En een levensstijl, dat is helemaal, heeft helemaal niks met werken te maken. Dat is je voorzien in je levensbehoeften. En dan gaat het niet om geld. Want dan word je niet een meneer Schepel of zo, dat je een groot gebouw wil hebben en overal een graantje van meepikt. Dat doen die mensen helemaal niet. Die komen gewoon eerlijk vragen, geef me een paar centen meer aan de grootwinkelbedrijven. Hmm. Wij krijgen nou maar 15% van de koek. Waarom moeten jullie met niks doen zoveel krijgen? Of nemen jullie dat van ons af en de consument moet het gaan betalen? Een rechter moet eigenlijk zeggen, nee, we korten dat in. Die boer die krijgt 50% en die handel krijgt 50%. Dat zou netjes zijn. Dat is een leuke regel om over na te denken. Want het is een beetje eerlijker. Want die man heeft eelt op zijn handen. En die handelaar, die heeft nog nooit eelt op zijn handen gehad. Alleen een pennetje en zit achter zijn computertje. En die zit alleen op te tellen. Zoveel geld heb ik nog meer op de bank staan. Dan kan ik lekker de boeren aanpakken. Want ik heb een hele hoop geld. En dan kan ik rechtszaken gaan doen. Want die boer heeft toch geen geld. Dan verliest hij toch altijd. Snapt u wel? Het is niet zo leuk. Niet zo grappig. Hebt u nog verder tot nog iets toe te voegen? Nou, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Wat in dat, als u dat proces verbaalt, ik heb hem hier zo. Wanneer stopt het eigenlijk zakelijk gezien? Wanneer was de wraking? Want ik had ook wat op een tafeltje gelegd, wat papieren. Die wilde ik graag behandeld hebben. In die zaak. Ja. Mevrouw IJsters zei, dat is na de wraking gebeurd, terwijl het niet zo was. Maar ik had het daar neergelegd en ze wou het niet aannemen, het mocht ook niet besproken worden. Maar die stukken zijn in de gewone zaak toch inmiddels ingevoegd? Die zullen inmiddels, als u ze, laat ik zo zeggen, in de wraking, wij gaan beslissen over of de wrakingskamer dezelfde kan blijven of niet. Hè? Maar in principe zullen die stukken ook aan het eerste wrakingsverzoek wat u hebt gedaan, hè, tegen de hoofdrechter. Nou ja, het probleem was eigenlijk dat ze het niet aannam. Nou, dan kijk even naar meneer Dietz. Kunt u het nog één keer insturen, zodat ze in ieder geval in het dossier zit, in het hoofddossier? Nou, ze zitten nu wel in het dossier, maar het dossier alleen hier. Dus niet bij dat andere dossier, wij hebben het hier naartoe. Ze worden in het andere dossier gevoegd. En anders zullen we dat nog even kort sluiten als dat niet zo is met meneer Dietz. Ja, dat is het punt. Maar dat was eigenlijk, dat was eigenlijk het punt van, ja, als je wat spullen opstuurt, meneer Dietz de Loos. Daar hadden we het ook keurig netjes aan gevraagd. Die ging het een minuut voor de zitting pas opsturen. En dus ik leverde dat dan maar zelf in. En als dat niet gebeurt, ja, dan voel je je niet prettig, meneer. En wij willen helemaal geen mensen vragen. Nou ja, dus de uitleg. Zielig. Ik weet zelf al, het heeft helemaal niets geen zin om mensen te wraken. Alleen het is, en gefrustreerd ben ik ook al helemaal niet. En dat ga ik ook nooit worden, want u kan maar alles aandoen wat er, maar mijn menselijkheid, die haalt u nooit weg. Eén ding waarschuw ik hier, uw collega's allemaal eigenlijk wel, het vertrouwen wat jullie gekregen hebben van het volk, van de boeren, van de mensen die eelt op hun handen hebben. Dat vertrouwen, dat kan je maar één keer verliezen, meneer. Eén keer, en daar moet je zo hard aan werken om dat vertrouwen te houden. Want ze komen weer, de boeren, woensdag. En er waren hier mensen, die waren een paar weken terug, die gingen bananen hier neerleggen. En in Den Bosch en bij andere gerechtsgebouwen. Uw paleis noemt u het zelf, want het is een paleis van justitie. Hoe kom je op dat woord paleis? Voelen jullie echt zo hoog dat je in een paleis gaat zitten? Tot de nederige mensen hier achter een scherm mag komen zitten. Alsjeblieft, eten lachbare. Wat vindt u van mij? Ik zit in een paleis. Het woord paleis is al minachtend naar mij toe. Zal ik u dat uitleggen? Nou, graag. Dat heeft ermee te maken dat wij dit gebouw delen met het gerechtshof te Den Haag. En dan is het bij elkaar is het een paleis van justitie geworden. En waarom is het dan paleis? Omdat er twee gerechten bij elkaar zijn.
Ja, maar doen dat alsjeblieft geen paleis, want het is een beetje raar. Heb ik ook niet verzonnen. Nee, maar verander het alsjeblieft. Wat is zo minachtend naar het gewone volk? Wat hier moet zitten bedelen en vragen. Krijgen wij ook een klein beetje meer lucht? Want we worden zo onder druk gezet. En die geven ons nog meer regeltjes, nog meer jurisprudentie. En druk ons nog meer de grond in. Maar dat... Daar mensen gaan bananen neerleggen, meneer. En ik zag op tv ook oudere dames, hele nette dames, komen een banaan neerleggen. Dat is niet normaal. Daar moet u aan, dat moet u aanspreken. Want het is tanende. Het geloof in onze rechtsstaat. En dat mag nooit gebeuren. Het is het slechtste wat er gebeurt. En wij zeggen nog wel dat we in de top zitten van de wereld. Want we hebben hier de wereldgerechtshoven hebben ook zitten. En de eigen Nederlanders komen bananen neerleggen en de boeren komen in opstand. Dit is heel erg. En dat vind ik toch het belangrijkste. De boerenvertegenwoordigers zeggen ook, hoe kan ik het tegen de boeren vertellen, onze eigen mensen vertellen, tot ze het vertrouwen weer terug moeten hebben. Het is bijna niet te doen. Die mensen die zitten daar op een farmpje en die hebben 50 jaar rustig gebleven. En hebben het allemaal over hun heen, stapje voor stapje, is er allemaal gesliced. Allemaal een stukje eraf. Zo'n kaasschaaf. Meneer Schepel kent dat zo goed. Lekker. Maar hij is ook raadsheer in Den Bosch. Daar gingen ze met z'n allen op een foto staan, de raadsheer. Want we gingen nog wat leren aan de raadsheren in Polen, want wij zijn zo goed. We hebben het vandaag over de raadsheren. Ik had het alleen even over meneer Schepel, want hij zit hier nog. Hij is hier ook. En wij weten het zo goed. Laten we eerst nou die balk uit onze eigen oog halen, voordat we naar de splinter gaan kijken van die Polen. Want die hebben al in hun leven zoveel over hen heen gehad, generaties lang. Dus altijd in een volkstuintje konden ze overleven. Gaan wij hun vertellen hoe hun moeten gaan leven. Omdat wij zo wijs zijn, want wij zijn Nederlander. Wij zijn zo goed. Wij gaan lekker naar Polen toe een delegatie sturen. Jongens, pas op met wat we aan het doen zijn. Laten we het ons eigen prachtige landje lekker leuk maken. Tot iedereen weer lacht. Want dat kan zo makkelijk. En daar hou ik het maar bij. Maar de procesverbaal is niet goed in ieder geval. En... dat slaat helemaal nergens. Gaat u en ik nog wil even... graag van u horen tot wanneer het zakelijk was en wanneer niet. Gaat u nog even op papier zetten dan wat er... Nee, dat hoef ik niet op papier te zetten, meneer. U hebt me toch verstaan? Ik heb u zeker verstaan. Dan hoef ik het toch zeker niet op papier te zetten. Ik ben gewoon maar een gepeupeltje, een CFO'tje van een groot bedrijf. Maar als ik het pratende en in uw ogen niet kan zeggen en ik moet het op papier gaan zetten, dan begin ik ook alweer verdrietig te worden, meneer. En ik dacht, en ik weet ook wel dat u netjes bent. Ja. En het staat allemaal op camera. U krijgt gewoon de camerabeelden van ons. Nou, wat denkt u daarvan? Kan ik toch een keertje nakijken? Vertel het alsjeblieft aan iedereen hier. Het vertrouwen is heel belangrijk. En als jullie dat niet meer verdienen, dan heb je geen bestaansrecht meer. Al krijg je levenslang van de koning, dan heeft dat geen waarde meer. Laat de Nederlanders weer vertrouwen hebben in jullie, in de lachbare. Want dan doen jullie het goed. Want dan zijn jullie weer de keien. En dat wil ik graag. Dank u wel. Alsjeblieft. Dat zijn mooie laatste woorden. Ja.